Hey, welcome to the stream. Gonna play some ATS today. I hope to, at least. Depends on Roman's game status, so. So let's see. Okay, we got visual. That's something. Noise. God damn it, this traffic. Those idiots you hear on the stream are the VTC members. Say hello, guys. Hola. Hola, señorita. You had to do it, don't you? It's me, Luigi. Oh my god. It's gonna be one of those streams. Probably, hey, at least it's one of the people watching. They're just sitting on a toilet laughing and pissing themselves. Oh, probably. For sure. Hey, Rachel. Here. God damn it, wait. Truck's turned off. God damn it. No, no, Rachel, no. No, no, no. Hey, go forward. I'm going full throttle in first gear. She's pushing me backwards. Down the hill. I'm going sideways. Watch, I'm back. My truck's I'm just doing a burnout now. I'm just watching everyone pile up on the minimap behind me. Yeah. I'm just doing a damn burnout to the back of Rachel. That's what she said. Rachel, go forward. She's still got her reverse slamming on. God damn it, I was like, okay, I'm gonna let the clutch go and just let her go. She goes backwards. I think Anova are at this event somewhere as well. So we might be able to park next to them. We'll see if we can. It would be funny. If there's space. We can make it. Alright, two-wheeling. There we go. Steady on, Rowan. We're at the end. They'll go flying over the barrier now. Remember the first convoy I joined when I wasn't a member of the VTC? Yeah. I flipped it because of the damn winter mod. Yeah. Then the next day I joined the damn VTC, I was like, hey, I'm the guy that crashed. You always crash, so what's the difference? Oh, you should have seen it, Sarah. The first time I joined the convoy of TDHK was so freaking funny. Hey, you know the English guys, I'm outnumbered now, huh? Jack, you have to spam chat. Will, you as well. Everybody saying thank you. Yeah, I said thank you. We're still getting Will, in the fucking... Will being super easy. Just yeah. Saying TI. You got a sign here. You're playing and we're paying. Actually, it's true. Don't you dare to honk at me. Watch them ban me now because they saw me. Yeah. That would be so hilarious. I couldn't even be mad then. Just appeal for it. Just. I'm just driving around, see where we can park. Oh, we can speed actually, right? So we need to find. What's it? There's a lot of horns. Yeah, I'm honking as well. I'm just holding it. Oh, fuck you. I didn't drive the red light. Full speed, boy. But this is epic. On the ETS, my keyboard only display blue lights. From left to right, and now it's like official. Are we gonna park here? Yeah, park up around the bottom then. Alright, just back it up into the sun. Almost no, straight. I'm following zero. Zero. I'm saying zero because I can see the X. I'm following Rowan. I was just gonna say, leave me out of it, yeah?
Oh, well, parked up, boy. If it's not Rachel trying to back up into the front of my truck, it's Jack clipping through it. God damn it. Everybody's blaming me. It's always the fault of Rachel, you know that. Well, we made it. I didn't. We actually all made it in one piece. Hey Rowan, you can see the difference between our gaps. Yeah. Eyes. Yep. And then if you look to Jack on the left and right side of me, he's even smaller. That's are you in small, an, are you in an R? Lift? S. I'm in S, he's in R. Yeah. You can see the difference. I have one more grill than him. Yeah, and Will has also an S. I'm gonna get the photo. Yeah, Will finally got the damn Griffin pack tuning. Woohoo! And oh my gosh, Will, turn your headlights on like the high beams. Yeah, how many lights has he got? Wait, let me count. 1, 2, 3, 4, 8. I don't 9, think 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fucking lights. I and think we didn't I got even... more on my Volvo. I didn't I even was count gonna the... I was going to put more, but I opted to put the tones instead. There are probably got another 4 lights on it. I only Rowan. Counted the lights he put on there, not the truck lights. Rowan, do your yeah. high beams on. There you go. This one's as well? Wait. Rich has also got his wipers on as well. I have mine off. I think. But yeah, mine are off. The mighty Griffin pack is nice. Wait, let's turn your wipers off. So I see only Blitz as wheel tuning. Will did it, I did it, and Rachel also did the wheels. And then you have Jack, and he just didn't do anything to his wheels. I've got the tires, but I've colored them gray because I don't like the white writing on them. I have the white writing because of the VTC color, then I have my nuts blue, and the middle I have red, and then the rim is crooked. Rachel heard you said you got your nuts blue and took it as a dirty minded. I have... Yeah, I've got the red middle bit and then the blue kind of around the outside. Get out of the dirty. Believe me, if they were blue, he would be screaming right now. I have the... I luckily have my girl that's coming home in about an hour, so... So, hey, I'm a smurf. Oh my god. Damn it. I'll wait till... we'll wait till the... convoy of satellite. I'll make sure everybody got a mic on. I cannot hear a thing you're saying. They're all honking the horns. Yeah, there's loads of honking. Ah, honk honk. God damn it. Wait. Zero, you can hear that through Rowan's mic, can't you? Yep.
That's what we're hearing. I think I am gonna pop off, but that was fun. No. I just like how Blitz's license plate says bear car. No, if any. There we go. Il y a mes exits du jeu là-bas. S'il vous plaît. There we go. We done with the town fight. No. The whole damn stream just heard the honking. Don't. That's good. At least nobody in the chat is sending memes now. Ooh. Hi Jack, I got a mod plugin on OBS. Yeah. That I can upload 10 memes on the site, and then people can send it live in the stream. But on the screen or the sound? Yeah, sound effect with screen. Yeah, I had a lot of bits and pieces like that when I was streaming. That's really nice. But yeah, you need to be. Normally, you have almost to be partner. Would you mind? Blitz, I took a picture of you. God damn it! Look get at those that points face and stuff like that. You know. Look at the picture. Oh, it's definitely it, yeah. God damn. Well, I'm still just low. Yeah. I'm almost. Does everyone like the pictures I uploaded? I'm almost at 27 followers, so. Actually, well, just everybody from the VTC would join me on Twitch, I would already be past the 50. Yeah. Why should we do this? Watch stream. God damn it. I can still hear horns honking. Are we driving an American truck? He has a freaking yellow truck. Yeah, it's a rental. I'm just started the game. Nice. Well, other than my Wi-Fi killing itself, and keeping to reload your game, the graphics look good. Yeah. My game is just a. It's you. Nah, long story short, my cats, they ate the cord of my keyboard, so I had to get a keyboard, a cheap one. Hmm. Then, when I got home again, my Wi-Fi was messing up, so I checked my cord. My Wi-Fi cable was also having a hole in it. I had to get a new cable, and now that one is. Just yeah. Damn it. I've got to say, there's one of the screenshots that Blitz has done, and I think it's like a proper wallpaper picture for the computer. Nice. What was ATS speed limit again for us? 60 or 70, I think it was. Wait, that's American Truck Simulator, 130 kilometers or 80 miles per hour. Oh, that was it. Damn safe. 65. I really like the look of ATS. It's nice, huh? It's more developed. Yep, and I don't know why, but Euro Truck is more popular. Yeah, because it's in Europe. That's the main reason. Plus, ATS is way more expensive than ETS.
Why am I missing a freaking mirror? There's also the one truck they recently put in the game. It's the truck, you can put a paint job on it and you can make it look like the truck from the movies. I called it Transformers. You can make Optimus Prime. Yeah, in the movie 4 and 5, I think it was, they used that truck. And SCS, they put the paint job in there so you can make it look like the same truck. Pretty cool, actually. But somehow my PC is slow as potatoes today. Potato! It doesn't want to load Twitch. I want a potato, I'm a potato. Look at me, potato, peel. Oh, potato. Honk. Hey, Jack. Hello. Very nice of you. Or for honking. That also. Come on, Twitch load. I think this controller is a bit fucked up already. I need to get a new Bluetooth dongle. Ah, now I can see the stream. Never mind, and it's loading. God damn it. It keeps counting out the time, but just the screen of the stream? Nah. You can see everything, don't you, Jack? I can see everything on the stream, yeah. It's just my Wi-Fi. Oh, there we go, now it's working. Got it in the beginning on my laptop that apparently it was not even displaying anything. I got Bus Simulator 21 through some onions, if you know what I mean. Onion! Yeah. But what a terrible game. But also so freaking addictive. Got so many bugs. Wow. Look at that view, man. Roman, yes, they are blue. Hmm? What? They are blue. Which version? All of them. I want to say something, but I'm gonna keep myself quiet. Diablo are nice games. I don't have them, unfortunately. I can pull the biggest jackass moment of all times and just... What are you laughing about, huh? Huh? Tell me. No. He's bad. It's so quiet. Of course. Concentrating. On what? The blue balls? You don't know how to do that. Thank you for the follow. Yay, another follower. Woohoo! Especially for the follower. You know who it was? Both of you. Oh, I've been following you for a bit. It's me you're looking for. A bit of pie. And when I drive over your eyes,
Work my 18 wheeler. Hit the road, Jack. Come on, ATS. Yeah, Rowan got blue balls, yeah. If I got blue balls, why don't you send someone over to help me out? Voor weginspectie. Oeh, kato. Doo 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 doo. I think I'm gonna change Rowan's nickname to Blue Ball Rowan. Damn it. But I'm gonna dip, I'll be back in a bit, I'm gonna get my dinner. Yeah, yeah. Nom 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 nom. Yeah, my girl. Bon appetit. My girl's home, so I'm gonna get dinner. See ya. See ya later. Bye. Bye. So I was going in the UK. Toasty. Toasty? Yeah, probably. It's gotta be a smurf. I don't get that whole miles things. First time I was driving on the motorway, I was like, how the fuck am I allowed to drive here 112? That's not correct. That's America for you. No, in the UK. Oh, 112 kilometers. Okay. Yeah, so my navigation was not switching automatically, but apparently it's like, dude. Same with that fucking toll money that you pay if you come from, Whitecliff? Yeah. Apparently you have to pay it online. I didn't know. There's a lot of things in like London and that where you need to pay parking on apps and stuff. Yeah. But because it's owned by so many different companies, you need like 15 different apps on your phone to pay the 15 different people depending on where you're able to park, and all the prices are really high. I know, Rachel, I will not miss the turning. You do. You might turn the wrong way. I can ghost drive. Ah, Bob. God damn it, almost 34. The weekend of 31 till the Monday, the 3rd of April. I will be AFK for all weekend. So you don't, just you know that. Is she going to party all week? No, weekend. I'm going to Germany. Get some well deserved rest. And a little bit of a holiday. Yeah, a small one. Ain't cheap, but yeah. Nothing's cheap. No way. It's ridiculous. I heard on the radio that an English breakfast is around 40 euros now. Something like that, though. Because of the sausage and stuff like that, getting way expensive. The eggs and like, yeah. It's very expensive for breakfast. I know. Try to send a meme if you can, I don't know the commands. So, what is the command for me to do it? I honestly don't know, it should be visible in my stream when you view it. On the one of the side panels, I think. Do you think that I've got a Grand Texas for a meme? Oh, it's got a Rowan meme! Yeah. It does. Thanks to lava. See, Rachel, I won't miss an exit.
Nope. Nope. Hey, you send the Rowan. I don't miss exits. I miss players and when they try to break and stuff like that. Me, I love our playing last time when we first met that Mackie guy. And he went to the store and he came back and his trailer was in the side of the road. Into the bush, over the fence. He was like, the fuck happened? Xerox misses exit. Oh damn, I should have put a timer on it. Oh. How many miles? Whoa, I need to put some petrol in it. Where's the nearest petrol station? Dude. Freaking kidding me? Huh, that's not good. Rachel, make the meme war. If you got fun ones, I want to do a rotation every week from those memes. Can you actually just see me decent on the webcam? It's a little small, but we can see you, yeah. Not bad for 2000, year 2000 webcam. I think I've got two webcams. When are we going? When are we going to barbecue? I don't know. I'm just pressing random buttons. I will. You next time I see you, you're gonna own me a barbecue. We don't have a barbecue. Just buy one in Aldi. Yeah. I really have to trim my beard. Rich wants me to trim mine too. Or she will do it when you're sleeping. Said to mine, I'm going for an Amish beard. She said, nope. An Amish beard? Yeah, it's just, you know, like Abraham Lincoln. But she wants me to send you a picture of my beard. Yeah. I need to because it's getting long. Not that that's a bad thing, but the little one uses it now as handlebars, so yeah. There you go, Merry Christmas. Barbecue for the win, definitely. You guys don't do gourmetta. It's like with the little frying pans and typical Dutch. Say that again, sorry, we don't do what? Gourmetta. For Christmas and stuff like that. No, Christmas, what me and Rachel do, we'll order pizza. Send one to me, pizza. Just don't put a pineapple on it. Yeah, a yearly tradition. Oh, I'll have pineapple on pizza. No, kebab. Should be kebab on it, and loads of it. At least you're no veggie. No. Oh. I'm not a vegetable person. I'll eat salad. Yeah. When it's on it. if it's there, I'll eat salad. But if not, then Yeah, we're not rabbits.
Could be. Maybe, I don't know exactly how you look, so you can maybe look like a rabbit. I have to ask Rachel. Rachel doesn't eat anything healthy. We're not talking about healthy food, we're talking about if you look like a rabbit. But your logo looks like a rabbit. Yeah, it's a rabbit. But DJ Rabbit. When I say rabbit, I sound like a frog. Come on. Freaking long trailers. Boom. How the freaking hell? It's because you guys are watching. Who said we were watching? I do have the stream open. I'm messing around with something. I don't mind. It's good for my aesthetics. Rachel's watching. A couple of days ago, we got like Left 4 Dead stream. Ooh, scary. And we got like 20 live viewers. That's cool. 6 unique ones. 6 people chatting. It was mostly me, Rowan, and Lava just messing around, but still. That was a good stream. Mm-hmm. Every little help. That's why. You never know, maybe I will grow big and make a career out of it. Not gonna happen, but... It won't happen if you don't try. No, that's why I'm trying. Come on! This is way more annoying than ETS. Fuck this shit. Probably on long roads because but the game actually looks really good. The American truck. Yeah. I normally game share with a fan of mine, and he had all the DLCs apparently. Because now I just only have, I don't even know which part of America this is. Yeah, who cares? Me and Rachel game share. Yeah. Oh, my apologies. Yeah, I forgot my background music. It's always, otherwise the stream will be so quiet. And I got some pretty decent DRM free music now, so. Fortunately, on YouTube, because I don't have Spotify Premium. So if any of you want to share that with me, always welcome. Can you still hear me okay, Rachel? Yeah. In the stream, I mean. Yeah, I've got the stream open as well. I can hear you on there. Ah, okay. That is good, because with the music and stuff like that. Have you looked at your Discord DMs yet? Discord DMs? No, not yet. I have to get my phone for that because
I need an extra monitor. Yeah, I can imagine she wants to trim that. Too bad I don't have that kind of hair anymore. I used to have even longer than you. But since I was 16 and those jobs don't pay much, won't they? It's because you're brand new in the game. Oh. Yeah, but I want money. I need money. Give me money. Unfortunately, they don't have a metal playlist. But hey, then some EDM for the viewers is also not bad. The radio station that I have always enjoyed in simulation games is on Farming Sim, on the Rock Radio. Yeah. I cannot discuss that anymore because that's just about best. But the problem is, as soon as I put on the in-game music, I got issues with the DRM. Yeah. So now I use this playlist. Oh, don't do it, Rachel. Whew. Missing the turning. No, hitting. But I hit the other truck, so... Screw you. No. But like I said, in ETS my keyboard will, if I get a fine or something, it just go from left to right, it goes blue, you know, from that flashlight. And now it's actually just like the police lights from USA. I will make a record of it next time, I will try to video it. Change colors for every game, so put my blinkers on, it's gonna do the same. And really love it. All day, every day. Must it be a way you need it? But you're not like playing with mouse and keyboard, do you? Not on Euro Truck, no. Oh, thank God. Those people are barbarics. Yeah, I've got a wheel. Fuck you. Too expensive. Way too expensive for me. Yeah, I use the mouse and keyboard, but I don't use the mouse. Okay, let's start again. I do use the mouse and keyboard in Euro Truck, but only as the additional buttons that aren't already. Yeah, okay, but you don't drive with it. No, I don't drive with it now. Yeah. I'm using now imitation controller. Because my Xbox One controller needs a Bluetooth device and my PC don't have a dongle. And no, I'm not gonna miss an exit this time. My. There's always the opportunity that you will miss. Depends on how is the AI. Really nice of you guys that you are watching my stream. Really appreciate it. I know what it's like to try and get the viewers in the early days. Yeah. It's
Especially, you know, since my I switched from laptop to PC, got some better graphics, but yeah, now I've got more better graphics, so now at least I can play decent. I'm now playing on Ultra on 37 FPS with OBS, Trucky, and Firefox open on dual monitor. Congratulations. I'm happy with it. See, I didn't miss it. Yeah. Can I imagine that she would say that? Damn it, fucking AI. Meme. And what's your humor at say the same without me? Wait. On the convoy. No. We needed you leading and forgetting which corner to take. Ah, fuck off. That was a rookie mistake, yeah, especially on the end. To be honest, because of how short notice everything was, because of Rowan as well not being able to come, did a very good job. Yeah. And Will, why was he not leading? But today? Yeah. Because I plotted the route, just in case we got lost, but there was like loads of convoy control, so nobody would have got lost. Oh. Wow, they have actually crossroads that works. One more week. But you can go and relax. Oh yeah. One room with two children, 1 and 6 years old. That's gonna be fun. Yeah, where we're going is including food, drinks, everything. So. That's nice for a theme park, at least. All inclusive? Yeah. Coffee, tea, give me 2 seconds. Frisdrank, Engels, schatje. Frisdrank. Yeah. Volgens mij. Wat zei je? Oh ja, ja dat kan ook inderdaad. Kom maar even niet op. Soda en fries en chicken nuggets en stuff like that. Chicken nuggets! I hope so, at least. I want to end that chicken's life with my teeth. And that's not what she said. It might be. I don't hope so. Would be very afraid if she said that. Might have all kinds of dialogue, sure. Pop.
So what is she playing? Pardon? Rachel. What's she doing playing the witch game? She's not playing anything, she's watching your stream. Oh. I'm in the process of making a little bit of a secret project. Ooh. I've worked on that video, what I showed you. I haven't been on it yet. No, but the last time I told you that I was editing the video of me and Lava. Oh yeah, the 25 gig file or something. Yeah, I first uploaded it as a VR. So I was like, dude, took all night to upload freaking VR. I was like, no, I don't want this. So I tried it again, edited more. Apparently I forgot to set the sound to equal all. So every time you hear a Formula One car driving by or a child laughing, you will be sitting in your ceiling. Because it's so freaking loud. Oh dear. I have to redo it, but I just don't have the time, so I'm now just plain old exporting it from Twitch to YouTube and just downloading it after, you know. It's getting more and more busy. It's fun being house dad. I don't want job. I know. Can borrow mine. No, we get enough. Bring them back when they are 16. Get enough torment from nieces and nephews, my sister and Rachel's sisters. Yeah, I know that. Has his ups and downs. I'll give you a penny each 3 days. And you have to pay for the food and nappies. No. And you got them passports, everything. Oh yeah, he can. Yep. When I had him in the hospital when he was born, 2 days later, it came out his mouth, the front and the back at the same time. I was like, yep, this is happening to me. Oh no. Yes. And he was just yeah, don't be a wuss-puss. A wuss-puss? Yeah, wuss-puss. It's like pussy. It only takes 4 years or some 1.5, 2 years, so. Oh, you will. Oh, yeah. I'll give you 10 minutes. And you run out of your house. But you will meet them, so don't worry. You give them each a can of Monster Energy. A 1-year-old bottle full of Monster Energy. Oh, poor guy. Poor me. I got COVID twice, I think. I didn't even get sick from it. But my girl and everything, and some people I know, they got sick pretty well.
No way, they are for me. Just order a tray of 4 or 5. I will drink them. Green and the white ones. And I got another one, but I don't remember the color anymore. We have now also Monster Energy Nitro, but they taste like Royal Club kind of the thing. It's very sour, I don't like it. Rebel is nothing. Monster Energy for the win. Fuck. Ah, that's fuck off. Fucking police. I got it once when I was driving on with my own truck. And I was doing 80 kilometers. So it's, yeah, you know how much it is. And the guy in front of me just slams his brake, so I had a decent amount of distance. I stop, and the guy was letting his clutch go because there was a dog walking across the street. And immediately, while he pull up his clutch, he brakes again. So I brake, and some guy in a Jeep just smashed right into me. Oh no. Yeah, and his engine was literally next to his passenger seat. I said, if you got a fuck car with you next time, you won't fucking survive. Yeah, I was doing like 30 kilometers an hour. I said, yeah. I said, and I was standing still. So his engine fluid was in my loading area in the front. So no way he was doing like 30. It was fun, except the 6 hours I have to wait for. Even getting towed off. And the guy has his own towing company, so I said, fuck you. Middle of nowhere. And then my the one that gave me the job, because I was ZZ-payer, it's like own boss. Yeah, could you not clean up the coffee stains there? I said, screw you, I'm going home. Yeah, and I know I was not paying attention. Yeah, paying attention's for losers. Just drive blindly, it's more fun. Especially when you hear the screams. I don't know how you're able to park in that view, that seems so awkward. You've seen it. It's... Those spots are just ridiculous. Regardless of where the spot is, I'll end up doing it from the cabin or just looking backwards. Yeah, I'm like, this is for me the easiest way now. I can do it like this. With it being American truck, it's also going to have longer trailers, longer trucks as well. That's why. I usually do it also with EDS if I'm lazy. I can run a truck and trailer instantly. On one go on the spot, but in ETS and stuff like that, I'm just not, nah. Fuck. It's a wall in my way. Everything is in the way. Yes. Dude! Screw this game. And you can do it, I believe in you. We'll see. Rachel's not laughing at me now. Oh, she is, but I know what. Damn it, you all. Come on. I can imagine people now like. See?
Yeah, we're getting there. But it was also an annoying corner to make. Living in that view, you can't see where the spot is until. That's why you. That's why you have mirrors. I use. I have those. I've got those turned off, haven't I? And I use the actual wing mirrors on the. I can't because it's too far away from me. If you know what I mean. Okay, let's show you. Where shall I go? Tell me. Miami. Can't go to Japan. Well, can go to Japan? That would be nice. I don't see Miami. You might not. I was gonna say you might not have the long distance for it. I don't think. Go to Las Vegas, the one you're on now. This one. Hey. Nice. Japan. We're gonna bid you adieu for this evening. Because we're gonna say bye because we've gotta wake up in the morning for work. Yeah, I don't blame you. It is Friday. Tomorrow. Oh. Yes. Work is shit indeed. woohoo! Enjoy the rest of your stream and hopefully you get easier parking. Yeah, I hope so. Thanks for watching and supporting me. Don't worry. And see you later. See you later. Bye. Bye. Sleep well. Bye bye. And I'm going also on a break. I will be right back.
we're back in the game. Give me 2 seconds. Hey jongen. Ik wou jou laten schrikken, geef me meteen overkracht en tering. Ja, wat denk jij dan? Ja, lukt het een beetje op Amerika natuurlijk, laten horen. Ja, op zich. Alleen een beetje kutter in parkeren, hè. Ik ben nou even een maat van mij aan het vragen die wat ik normaal mee gameshare. Die heeft volgens mij wel alle map DLC's. Kijken of ik zijn account er kan toevoegen. En dan kijken of hij dan misschien wel die DLC's pakt. Volgens mij kan dat wel eens. Zal wel chill zijn. Nee, ik ga nu even kijken dat ik nog niet geband ben en dat ik vanavond moet gaan doen. Ja, ik naai naar deze aflevering of lading er mee uit. Want morgen met de tering moeten wekken weer. Ja, nog 1 weekje. Dan heb ik vakantie een weekend. Zo, denk ik. Ja, ik ga er even tussenuit. Moet wel. Dat is ook gebeurd. Ja, gewoon even. Ik ben even naar Duitsland. Duitsland? Naar Kalkar, weet je wel. Daar in de buurt heb ik een hotel geboekt. Dus,
it. Promos, Vanage, Verzetter. De goede volgorde hebben voor Truck Champagne. Haal ik even mijn kurkines en fucking rijden. Groot gelijk. Het ziet er wel gaaf uit, jongen, maar ook een truck simulator. Hm? Ziet er wel gaaf uit. Ja, dat wel, ja. Als je mooie ronde details, zeg maar. Je hebt ook een route. En dan heb je wat je ook in Nederland hebt, bij de vluchtstrook. Gewoon van die gekke gleuven erin. Dat je oud geluid maakt, je banden, dat je weet dat je terug moet sturen. Ja. In American Truck Simulator, als je dan eroverheen rijdt, heb je één route. Dan krijg je een muziekje, een soort deuntje. Ja. Oké, okay, dat is gaaf. Ja, dat is ook wel cool, ja. Zo ver ik moet wegen. Oké, dan ga ik deze gelijk. Dit account om laten converten naar een Promos account. Dan maak ik morgen wel een nieuwe account voor base game. Natuurlijk heeft via single play nog een keer gekomen te gaan zetten. Ik weet niet of Promods ook voor ATS werkt. Ja, je hebt het andere dag. Ja, moet je wel de DLC's hebben natuurlijk. Ja. Ach, misschien ben ik ooit wel een keer de loterij. Het zou het wezen. Echt, hè? Ja, maar koop ik de huis meteen hier. PC weer vast. Kijk, dat was het eerste ding moet doen, model nummer 3. 3, 2, 1, en dan media map dev. Media map dev assets. Gewoon furium. Promotes. Ik ga lekker even tussen oude wets even op Kurkenis Rood kijken hoe gek het kan worden daar. Ja, altijd zo leuk hoor, ga met zo'n uitschuifbare open trailer. Ja. Met 5 potsen en dan ga je er gewoon op en dan elke bocht die je neemt jongen, daar rammen ze alle kanten. Niemand kan daar rijden en er is nou nog 800 mensen op de server en letterlijk van de 800 mensen zijn er eigenlijk van 700 zijn er op dat kleine weggetje. Ik ben benieuwd hoe je PC trekt dan. Ah, hij trok het altijd wel goed zonder moeite, dus. Ik heb er nooit echt problemen mee gehad. Het is pas sinds dat ik nou die dingen aan heb staan, dat die een beetje gek doen. Kan je me voorstellen, ja. Als ik mijn VPN uitzet, heb ik er straks gedaan, even snel mijn wifi-testen doen voor mijn nieuwe wifi-kabel. En als ik die VPN uit heb, dan klap ik gewoon tegen de 1000 MB per seconde op download. En ook per upload.
En als ik hem dan met de VPN heb aanstaan, dan pak ik maar net 200 upload en 50 download. Ja. Niet heel erg, want download heb ik alleen nodig voor downloaden. Upload is meer voor het game, dus. Ja, dat klopt. Dat... 200 is decent op zich. Nog een beetje kijken op je stream. Nog kijken eens op je stream. Ik zou het niet weten. Ik heb de express niet aangezet. Dus ga je daar de hele tijd op letten, zeg maar. Maar ik denk, denk momenteel even niemand meer. Denk je het niet? Je weet het niet. Hoe kijken? Jij kan dat ook zien, want jij bent de moderator. Ja, geen zo'n beetje kijken. Watch stream. Nou, dit kan ik niet. Oeps. Een blauw autootje voor je. Ja, dat waren een woud. Er zit een vertraging in van 0,9 milliseconden, dus het valt wel mee. Ja. Kan ik niet denken. Nee, graphics gaan wel gewoon goed. Je graphics gaan wel gewoon goed op de stream, dus. Ja, dat is wel netjes. Ja, mooi dat leer op de stuur. Hier zijn een Western Star. Ah, het ziet er goed uit. Hey, geen extreme haperingen of niks. 53 ja. FPS dus. Ja, op het ding niet eens, alles goed joh. Cracking is garage kopen. Oké, dan gaan we zo. Ik zeg game, dan gaan we terug zijn pedal af. Nee, laat goed alleen nou mee dat je in je buitencamera kijkt, is het een beetje zwart. Ja, maar dat is normaal hè, donker. Jo, hoor. Kijk, die mag je mee, druk zijn P. Spela. Dan ga ik even leeg hier. Oeh, nog even. In pro mod 792 mensen. Oh, redelijk. Redelijk aantal mensen. Ja, dat is wel een uitkomst dat ze die snelreizen toe gingen voegen. Dat hebben ze echt wel goed gedaan. Ja. Ja, ze doen het ook wel, die maken magisch voor ons vel, maar het gaat een beetje langzaam soms. Ja, ze moeten eigenlijk gewoon die engine een keer gewoon flink updaten. Ja, dat ook, ja. Dan krijgen ze veel meer mensen. Dat ook. Maar ja, ook een deel haakt af. Want in principe draait dit op zich nog aardig soepel op oude systemen. Ja, en niet iedereen die kent hem nog op de nieuwe met de oude systeempjes, dan kan ze niet de nieuwe spullen gebruiken. Nee. Ik moet zeggen, ik ben best tevreden over mijn videokaart en mijn processor, maar ja, hij is ondertussen ook al 5 jaar, 6 jaar oud, denk ik. Nee, die van mij die mag het raam uit. Die ik voorheen had, die was 12 jaar oud. Die had ik voor 15 kunnen kopen. Ja. Vanuit daaruit heb ik nou eigenlijk in principe de processor een upgrade van 6 core naar 8 core. En videokaart is een flinke upgrade, want ik had een GT 660 erin zitten, TI. Ja. En 2 gigram. En nu heb ik een 1050 TI erin zitten. Ja, dat is een flink verschil. Dat is wel een upgrade, ja. Dat is beter. Games draaien bij mij op een SSD'tje die ze vast hadden gepakt. Boven de CD-ROM drive. Dus dat was slim van ze. Ja, SSD kan dat op zich wel, maar ja, er zat ook harde schijf, zat er ook vastgeplakt. Ja. Dus
got actually van degene die de kast heeft gebouwd, die heeft er weinig van gegeten. Ja. Ja, ik ga binnenkort die van mij doen. Ja, met die koele waterkoeling. Ja, met die waterkoeling helemaal, dan heeft die witte kast. Nou, wel foto's sturen dan. Ja, dat komt wel goed, dan ga ik hem gewoon zelf bouwen. Nou, als je hulp nodig hebt, hoor ik het wel. Ah, dat lukt wel, gelukkig. Het is meer, ik moet er zin in krijgen. Ja. Ja, en onderdelen zijn nog steeds best duur, hoor, dus... Het enige wat echt duur is de kast zelf. Nou, dat valt wel mee. De CPU-koeler natuurlijk, de waterkoelingssysteem. Ja. Het radiatortje. En dan de graphics card, de videokaart. Ik ga voor een, in plaats van een 4090 Ti, de nieuwste, ga ik voor de 3090 Ti. Zijn hetzelfde bijna. In principe wel, alleen een ander cijfertje erin, hè? Zo bekijk ik het. Ja. Maar qua graphics gaat die gewoon in principe hetzelfde. Ja, 4K stoot die uit, dus dat is al een voordeel. En dan zo door natuurlijk, hè? Ja, zeker wel een verschil, ja. Kijk, ik ga met mijn Volvo rijden voor mijn eigen kleurtjes. Promos, jongens, oh, na een maand lang weer promos, krijg nou wat. Echt, hè? Godverdomme, ik had dit is echt het enige wat ik echt erg heb gemist. Gewoon lekker promos, een beetje mooie delen van de map uitkijken, een beetje naar IJsland rijden. Dat vond ik altijd leuk aan dit spel, gewoon lekker. Ja, maar dat is ook gewoon verstand op nul en gewoon gaan. Beetje genieten ervan. Precies. Ik heb een lowpad. Moet ik hem even configureren. Nee, goed, is goed. Ja, ik ga die blauw doen. Doe het. Wit en blauw. Oké, blauw en vuil. Ik sta wat veel meer in de file, man. Dat heb ik wel altijd, maar dat is dus leuk. Dat vond ik het leukste aan het merken. Kijk, weet je het is? Zodra ik, dat ik even zorg dat jij hem op je eigen account hebt. Dan kan je daar nog aan lachen. Daarom. Dan ik ga hem ook weer op dit account nemen als deze het overleeft, natuurlijk. Dat is natuurlijk de eerste vraag, maar als deze het overleeft, dit account. Ga ik wel gewoon weer komen op American en dan kunnen we wachten. Ja, weet je wat het probleem is? American is gewoon duur. Te duur voor mij om daar echt aan te beginnen, net als mijn Eurotruck, zeg maar. Daar heb ik echt ook een jaar of vier over gedaan voordat ik al zover ben wat ik nou heb, zeg maar. Ja, dat is gewoon echt. Ja, dat ik eerst begin ook het ook bij me moet doen. Dat was niet altijd dat ik echt had van, hé, ik ben rijk nu. Kut, sorry. Ja. En dus ja, dat is altijd wel cool. Kijk, deze moet naar Kurkinius. Ik met een lowbed rijden met 5 assen erop. Ja, leuk joh. Goed, adem even. Spannen maar vast even daar dan. Goeie. Teleporteren naar de Kurkinius. Nou, we waren er net met die convoy, we waren met z'n vijven. En we hadden een slot voor waar minimaal 20 man in paste. Ja. Dat is minimaal, hè? Dat komt meer. Ja. Daar ik wel het meest op. Maar ja. Wat doe je dan? Niks. Dat is, kijk. Als ik die VTC invitatie had aangedaan of ik had gevraagd dat ik er kon bijkomen, had ik gewoon bij het publiek erbij gaan staan, gewoon public parking. Want je weet dat je niet heel groot bent, dat je heel veel mensen hebt die komen. Kijk, als je weet dat er 15 mensen komen, dan is het een ander verhaal. Ja, dat klopt. Maar ze weten dat er niet veel mensen komen, maar toch. Ja. Ja, maar dat ja. Dat is vrij kijken natuurlijk, hè. Ja. Even kijken. Zo, ik weet niet wat deze grote skinpack heb. Oh, er zijn er twee in elkaar.
Oh, Jack is een screenshot van elkaar. Het ziet er geniaal uit, zijn de drie in elkaar. Daarom zijn de kleuren nog gek. Oké, even 1. Oké, en dan gaan we job dispatcher van Kurkinus. En dan gaan we vanaf Egnoord gaan we naar Kurkinus. MS Stijn, gebruik eigen trailer, kijk automatisch. En dan gaan we rijden met een Grandeur tractor. Die weegt niet veel, maar die is wel oversized breed. Dat is wel leuk. Dat is altijd leuk, oversized. Ja, die is echt gewoon letterlijk aan de tweede kant van de vrachtwagen. Gewoon de breedte van een band de breedte van een band breder op de trailer. Aan alle tweede kanten. Nou, die zijn wel de leukste. Ja, maar vooral op deze route, want mensen kunnen niet rijden. En dan kom ik aan met zo'n trailer en dan is het echt van, oh shit. Dat is wel komisch dan. En ik pull 40 ms, zegt hij, en ik heb geen lag spikes ofzo. Mijn graphics zijn redelijk hoog. Is lekker. Ja, totdat je daar echt de bevolking in gaat, dan krijg je spikes. Ja. Oh, er zijn hier al in stadjes van 50 mensen. Meestal met TMP zet ik hem op high. In plaats van op ultra. Ja. Bij mij stond altijd alles op high en deels ultra. En ik heb nu alles op high staan deels en deels op medium gewoon gesplit. Ja. Dat heb ik dan wel op high zodat het er mooi uit blijft zien, maar de rest gewoon wat laag, joh. Geef je een ongeluk. Hoppa. Even kijken, als het goed is, kan ik terwijl ik aan het rijden ben mijn vering doen. Ja. Vering helemaal omhoog. Ik denk wel gebruiken zo meteen op dat zandbergetje. Heb je wel eens op Kurkinus Quarry dood gereden? Nee, volgens mij niet. Ah, dat is echt een hel, jongen. Dus ik als het iets een afrader is, als er echt één route een afrader is, als je geen damage wil, dan is het deze route wel. Geheid dat je geramd wordt. Echt geheid. Kan nog zo'n goede chauffeur zijn als er gewoon eentje naar beneden komt rijden en zijn vrachtwagen gaat een beetje glijden door het zand. En dan ben je klaar. Ik heb het al een paar keer gehad dat ik aan het rijden was als ik aan het streamen. En ik reed een bocht door en we reden echt heel zachtjes, want er stond echt een file vannacht gewoon 100 vrachtwagens lang gewoon. Dan kan er eentje naar beneden rijden langs ons en die nam toch een bocht, jongen. En ik ging er vanaf en iedereen achter mij die ging ook er vanaf. Heel de stream lachen, dat was wel komisch. Knop 24, knop 1 en knop 23 en opladen maat. Het is wel bij RTS is wel echt de loading, de gezooi zeg maar, weet je wel, de docken en zo. Is wel echt even heel anders dan bij ETS. Gewoon die kutten bij trailers en die refrigerator, die zijn ook allemaal gewoon langer, hè? Ja, dat klopt, ja, dat merk ik al. Maar ook gewoon alles de posities van waar je moet parkeren en zo zijn heel anders. Ja, dat is een hel. Ja. Wel heb je al zo'n triple trailer gebruikt? Nee, nog niet. Ik heb nou een low edge gehad. Maar met een graafmachine erop. En dan nou een gekoelde. Dus, maar deze ga ik gewoon legal spelen, zeg maar. Zonder mods. Op dit moment tenminste. Ja, dat is wel leuk, ja. Kijk, als ik alle DLC's zou hebben, dan wordt het anders. Ja, ik ga waarschijnlijk strakjes. Of morgen ligt er even aan, ik denk strakjes misschien. Ga ik een nieuwe account maken voor promos. En dan ga ik gewoon vanaf nul beginnen in promos. Dat is komisch. Ja, dat sowieso. Nou, zodra dat de bank zegt van, yo, hey, wil je geld lenen van ons? Dan pak ik even 3 ton. Maak even een mooie vrachtwagen. En dan ben ik blij. Ja, of ik koop gewoon de goedkoopste Scania en ik gooi er een 37 motorblok in. Woep, woep. Maar dat wil ook wel, ja. Maar af en toe mis je die pk'tjes wel, hoor, als je dat niet hebt.
Ja, ik heb het al een keer geflikt gereden met zo'n Volvo. Dat is die FE dan, die echt die kleine, die oude. Ja, die waar ik in beginnen mee reed. Ja, ik was aan het rijden en er was zo'n gozer en die zei, oh, you're driving old slow Volvo. Ik zeg, echt waar, ik zeg, kijk wat er op mijn trailer staat. Oh, you're driving 61 ton train, zei hij. Ik zeg, ja. Ik zeg, kan je vrachtwagentje dat met Iveco? Iveco's zijn sowieso kuttrucks. Ja. Ja, ik reed met die Volvo en elke keer dat ik optrok en een stoplicht of zo met die trein achterop, trok gewoon een wheelie. ik doe schakelen, want zo laat ik de kop in schiet, maar dan schiet die vrachtwagen eruit. Komisch. Oh, het begint nu al. Er is alleen iemand hier in het begin die kan de bocht niet maken. Ja, ik kan echt niet wachten tot ik zelf een keer ooit een truc met koppel en alles heb. Wordt het wel leuk, echt joh. Een stuk leuker dan met een controller. Ja, ik vind het soms ook wel eens fijn. Ik heb mijn PlayStation controller hier voor me te leggen. Soms doe ik het wel eens. Maar ik vind het fijner om met mijn stuur te doen, want ik vind het ook gewoon om cruise control aan te zetten op 50 en dan ga ik achterover hangen in mijn stoel. Ja. Ik heb zo'n gewoon een game stuur met zijn rugleiding. Dan ga ik gewoon met mijn voet op mijn game stuur zitten als ik langer route moet rijden. Dat ik alleen mijn snelweg heb en niet doet stoppen. En dat ik gewoon een uur met mijn voeten sturen. Klopt. Ja, ik heb meestal ook een lange stuk, heb ik zeg automatisch gewoon cruise control op. Ik heb het van dat ik met mijn eigen. Ik heb mijn eigen boot toch. Dus ja, als ik ga varen, dan flikker ik het ook gewoon om met mijn voeten te sturen. Met een boot ga je gewoon je gas, je handen naar voren duwen en dan kan je mij overeen sturen. Maar dan moet je mij niet hebben, want ik zet hem gewoon in zijn verbreid. Ik geef gewoon half gas en ik ga op een andere stoel zitten, niet eens achter mijn stuur. En ik geef gewoon met mijn voeten het stuurtje een duw geven. Ja, als het werkt, dan werkt het, hè? Ja. Waarom doet mijn truck het nou niet? Of mijn controller? Ja, daar gaan we. Ah, deze gozer die voor die GPE-gozer rijdt, die kan niet rijden. Gozertje zit met de achter, met zijn as van zijn trailer zit hij in een gat in de eerste bocht van de weg. Dat is ineens eerste moeilijkste. Ik zie die jij aan het inparkeren ben. Ja, al een minuut of vier denk ik. Ik zie het nou op zijn telefoon. Ja. Hier is het wel fijn, je hoeft niet perfect erin te staan. Ik ga echt letterlijk elke keer omhoog. Ja, ik heb het met mijn stuur, ja, als jij je stuur hebt, dan kun je ook beter in parkeren. Want jij hebt ook auto gereden, dus dat is makkelijker dan. Ja, als ik mijn normale stuur heb, dan knal ik hem zo doorheen. Ja, want als je op je toetsenbord op 5 druk, dan heb je natuurlijk weer uit je raam kijk achteruit. Nou, altijd als ik inparkeer, ik rijd langs mijn vakkie. Zorg dat vakkie aan mijn linkerkant is en dan druk op 5, cijfer 5 en dan kijk ik uit mijn raam met mijn vrachtwagen. Ja. Nou, dan zet ik me eens achteruit en dan klap ik hem in één keer perfect ertussen. Precies tussen de lijn alles. Ja, ik heb dan mijn rechtsknopjes, kan ik gewoon de raam mee kijken in principe. Even kijken, zal ik een lening aangaan of niet? Kan je doen, kan je gewoon een goedkoop vrachtwagentje halen. Ik kan altijd de lening deels afbetalen steeds, hè. Game before load. Ik heb hem opgeslagen. Ja. Ik ga eens kijken bij de bank. Wat we hebben. 400.000. Oh, ik heb hier een hele goede file. 38 mensen staan vast. Dat is beter. Ja, ik moet nou nog eerst even een hele scherpe bocht maken en met tussen twee hekken door om een brug op te gaan. En ik heb een de langste trailer die ik kan krijgen, als het ware, zonder een extra as ertussen. Er zit hier die vrachtwagen, dus Volvo. Ik heb nog niet echt veel gevonden, zie ik. Niet veel wat? Veel garages. Nee, je valt er weg.
Zijn er niet zoveel garages? Ah ja. Zijn die internationals een beetje goed of niet? De wat hè? International die... Freightline? Ja. Ja. Die zijn redelijk, ja. Ik ga altijd voor een Kenworth. Ja, die heb ik nog niet ontdekt. Ja, die zijn met, dat zijn echt die oude Amerikaanse met die grote neus. Ja, ja, zo eentje wil ik ook. Even kijken of die een andere is. Ik had dan met die tuning pack en alles erop, met die wielen. En dan kan je, als het goed is, kan je gewoon uit standaard game kan je natuurlijk al die uitlaat doen. Ik kan echt gewoon twee stacks recht omhoog doen. En dan met die wieltuning pack denk ik elke keer zo'n zwart met grijze vrachtwagen maken. Echt zo'n duivels ding. Maar die volgens ziet er helemaal niet uit. Ik weet wel, ik rijd nu achter zo'n gozer van Golden Phoenix Express. Ja. Nou, die kan je voor gaan mee te rijden. En de owner van die VTC is in Adlin, dus deze gozer die heeft heel veel schijt. Ja, dat heb ik wel van. RPM. Oh, het is niet met de eerste bocht als ze altijd voorrang geven, dus het staat helemaal stil. Ja, dat is gewoon ruk. Ja, het moet wel. De mensen die naar beneden komen, die hebben voorrang. Er staan ook borden. Mm. En dan blijven ze de hele tijd doorgaan. Kijk, hun kan ook kiezen om even te gaan stilstaan voor 2 minuten, maar dat doen ze ook niet. Ik kan ook helemaal niks upgraden. Ja, ik ben natuurlijk op mijn laag level. Nou, we zijn weer in beweging. En ik heb moeite om omhoog te komen. Dat is precies het. Ik heb ook echt maar 13 ton of zo op mijn trailer. Dus ik ga even mijn differentieel grendelen. Deze gozer nou niet achter mijn kap met toetrouw. Ik zweer het begon te rammen ik er toch eens achteruit. Mooi dat ik weer geband. Dat maakt dan niet uit. God groeien, dan ga je altijd aan toeteren. Terug toeteren. Ken ik ook. Maar het zijn gewoon terug toeteren. Ja. Ja, daar word je moe van joh. Gaan ze zitten toeteren terwijl je op de map kan zien dat ze voor ons, verder voor ons, de hele tijd allemaal vaststaan. Dan horen ze jou toeteren echt niet hoor. Wat zei je? Morgen nog even wat rokerswaren halen. Ik heb het voor elkaar gekregen om in 2 dagen een kilo weg te roken. Doe je goed? Vraag me niet hoe dat ik het voor elkaar heb gekregen hoor. De aansteken. Eens kijken wat we hier hebben. Ja. Ken je achteruit, maat? Gas erop voor ik vast zit. Oké, mooi. Nou, de eerste bocht heb ik overleefd. Wel. Ja. Midden in de bocht, terwijl ik omhoog reed, klap die gozer voor me. Ik klap op de rem en iedereen ervoor ruk. Ik stond midden in die bocht. En die gozer die naar beneden kwam, zo'n toeteren naar me. Dat is wel irritant. Als je aan het schakelen bent en je moet een berg opwaarts, gewoon bijna verticaal omhoog. Eigenlijk 90 graden omhoog. Dat is irritant met de koppeling, dan moet je gewoon echt vol gas geven en koppeling laten schieten. En dan moet je hopen dat hij niet uitvalt. Ja. Nou, ik doe nog 1 load. Toch om het af te leren, want ik vind hem toch wel veel te lachen nu. Nou, ik ga zo meteen nog eventjes de XF DAF tuning pack pakken. Die ben ik vergeten, dus moet ik maar even een volle prijs betalen. Jammer dan, 5 euro. In plaats van 1 euro, echt dom van mij. Ja. Dan ga ik even een mooi DAFje maken.
heb niet eens een bed hierin zitten, man. Ja, je hebt een decap. Ja, ik heb nog helemaal niks unlocked, hè. Ja, dat heb je ook in een American Truck Simulator. Gewoon een decap, en dan heb je een weekend cab, die is iets groter, daar heb je gewoon een bed erin. Ja. En dan heb je een full, en heb je nog zo'n voeler, en die is echt gigantisch. Ja, de trailers zitten ook veel verder maar achteren. Ja. Trailers, daarom heb ik vooral dat spel genomen. Ik vond die trailers vooral gaaf. Ik kan me iets bij je voorstellen, ja. Deze gozer heeft een kronentrailer en daar heb je dat kroonlogo natuurlijk in die remmen. Mm-hmm. In die rem ligt, was ik helemaal vergeten. Ik zat te kijken, ik dacht, ah, bijna met z'n allemaal gedaan. Ik dacht, oh ja, wacht, het is kronen. Dat vind ik dan wel weer zo komisch aan dit spel. Hè? Als je in je eerste versnelling omhoog gaat en je verliest snelheid, gewoon in z'n twee teren aan gas geven. Dan gaat hij in één keer wel harder. Ja. Nou, ik cruise hem gewoon rustig aan omhoog, 30 km per uur. Die gozer achter me zit te toeteren, man. Ik kan niet veel doen, want die gozer voor me die rijdt ook de hele tijd. 80 dan met 2, 80, 2, 80, 2. Toen zag ik hem zo meteen van de berg al vrij. Echt, hè? Gewoon één keer afdouwen. Zo, dan komt hier eentje met een oude Volvo, oude Mercedes laat beneden rijden. En die gaat die bocht doen met een, wat is het, brandstoftanken? Nee, en nee. Pff, wel brandstoftanken. Komt hij de bocht door en ik schiet de komst van die treden schiet uit, maar ja, de zand weg. Wappau. Nou, ik ben nu op de helft ongeveer van de route. Ah, ik moet nog een stukje. Als hun daar wacht, hè, dan kan ik nog omhoog knallen. Nou, dat gaan ze waarschijnlijk niet doen. Die gaan waarschijnlijk knallen naar beneden, precies dik over de brug heen ben. Dan kan ik weer eens achteruit. Dus. Oh, ze wachten op me, netjes. Oké, ik heb genoeg ruimte overgehouden, lijkt het op. Haal je dat? Oh ja joh, rom mij lekker naar beneden, maat. Even eens achteruit hoor, anders kan ik niet voorbij. Eindelijk een keer een langere load. Meestal allemaal kwartierwerk. Deze is een half uurtje. Ja. Ga ik dat tussendoor passen, jongens? Nee, denk ik niet, ja. En ze laten ze ook achter me niet... Oh mijn god, jongens. Kom op rijden en jij ook rijden mee treden, dat knik normaal tussen deze steen door, want ik haal het anders voor een meter. Oké, ja, dat moet wel lukken. Wat is deze gozer nou weer aan het typen? Ach, die rijden is heel gaaf rijden. Thank you.
pompen volgens mij met de partijtje snelheid omhoog nou. Moet je gewoon doorrijden als je dan met de glas. Hou het Het is een aardig zooitje kippen zonder koppen. Om het zomaar te zeggen. Godverdomme. Ik ken echt voor gemeten aan mijn rijden. Ik stap nog wel vol gas omhoog. In mijn Scaniaatje. Oké, laatste bochtje van de dubbele S-bocht. En dan zijn we op een veilige bocht. En deze gozer die loopt even te blokkeren. Deze laten we neergepleurd. Rijden, want ik... Oh mijn god. Maat, zit jij nou? Ah, zit die vast. Deze mongool is door het gras heen gegaan. Ja, daar kom je niet meer uit nou. Die zit gewoon vast. Trailer is geïncentreerd, maar dan moet ik er omheen zien te komen. Nou, wij gaan achteruit, mooi. Heeft hij nog geluk? Hoppa, ik stamp hem gewoon door het gras heen langs. Hoor. Tikje tegen zijn kont aangegeven, maakt niet uit. Moet ik maar niet zo raar met zijn trailer op de weg gaan staan. Echt ja. Deze roze die rijdt aan mijn kant van de weg, dankjewel, bijna dood. Ik hoop alleen dat ik zaterdag of de vrijdag zaterdag volgende week niet nog een rekening krijg. Rekening? Ja, ik heb via booking.com heb ik gereserveerd. Via booking heb ik gereserveerd. Ik sta er geen bal van. Beter? Nu hoor ik je beter zeggen. kut microfoons, jongen. Ja, nou hoor ik je wel gewoon weer goed. Ah. Ik had via booking.com heb ik daar gereserveerd. Ah. En dat was 2,48, dus het geld zat. Ja, ja. En hoop dat er niet nog extra kosten aan zitten. Kom je wel zelf achter, denk ik. Ja, anders gooi je gewoon de graskraan open daar in Duitsland. Show, kut volk af en toe. Wow. Maar ja. Het gratis geld wil gewoon even rondje lopen. Heil Hitler, heil. Echt hoor. Ik denk dat je gratis escort krijgt. Ja, denk het ook wel. Ja, ik ben nu bij het einde van de route. Dan moet je daar beneden moet je over de dam in en dan ben je in de quarry. Maar dan heb je één zigzag langs een steen. Dan moet je om en om. Eén truck parkeer passen maar erheen. En dan heb je daarna een scherpe bocht en bij de brug kan je wel naast elkaar rijden, maar om erop te gaan moet je om en om. Om erop en eraf te gaan. Er zijn 65 mensen en het staat stil. Ah, file rijden. File rijden, hou op schijt. Ja, heb ik mijn flycam enabled? Nee, oh, ik heb flycam gewoon enabled, gek. Flycam. Oké, oh, ik zie het al, een 61 ton trein. Ja, zal ik eens even een screenshotje maken? Dat is goed. F3, F3, een top. En dan zo, en dan F11, nee, F10. Dan zie je mij eronder staan, en dan weer F10. Ah, als je dit ziet, ik ga straks even doorsturen en dan mag je eigen chef. Goed jongens, stuur maar door. Dus eigenlijk. Ik moet wel toegeven, die 5 euro Battletron toetsenbord, hè? Mag niet heel veel geluid. Nee, klopt, ze zijn best silent. Die komen van de kruidvat, of wel, niet? Ja. Alleen, ik ga wel even morgen even mijn zwarte stift even over dat Battletron logo heen. Want dat vind ik wel echt spiegelelijk uitzien. Ja, ik heb maar ook... anders dan dat vind ik het wel lekker ding. Ja, ik heb toen ook een Battletron gehad, waar heb ik een van de ja, camera... Ja, dat is wel aan het naaien. Oh, kut ding. Naaien. Ja, ik heb nou die Razer en super blij mee. Razer? Ja. Dat hoorde ik dan, ja, dat is lekker.
Ik heb hier al voor me een gozer die rijdt in een oude Renault en met Turkse vlaggen erop. Helemaal in het roze, velgenroze, bandenroze, kleurroze. En dan heb je zo in één as getreden, zo'n korte. Ja. Nou, dat ziet er niet uit. En dan heb je mij wit met blauwe kleuren van mijn eigen VTC kleuren. En dan een blauwe trekker achterop. Ik ga trouwens eens eventjes voor de gein aan. Even settings, doe ik even TDH key weghalen. Ik zou maar net zien dat een admin mij met die naam zit. We gaan even checken. Ik zou dat niet riskeren, nee. Ga vanavond lekker gamen tot zo laat dat ik zin heb. Ga ik morgen even wat reukens halen. Oh, ik zie waarin dat de file staat. Die trein van daarnet die komt nu pas omhoog. En we hebben een convoy, lijkt het wel op, van... 1, 2, 3, 4, 5, 6 man. Mm-hmm. Met zwart en gele gemixte kleuren trucks. Dan hebben we een gozer die rijdt met twee, met een lading van twee Volvo's. Om Volvo ook te doen. Dan hebben we weer twee gozer die samen rijden met witte trucks en een Schwarzmuller trailer. Dan een gozer die alleen rijdt, blauw met witte trailer. En dan heb je een gozertje in een Renault met een 61 ton trein erachter. Yeah. Wel de nieuwe Renault. Ja, die gozer is de hele zooi van die file. Ik vind het wel mooi, mensen die gewoon met die trein rijden en gewoon scheid hebben. Want dan gaat echt maar 5 km per uur, maar hij beweegt, dus hij kan niet geband worden ervoor. Hij is niet een blokkeer, hij rijdt. Oh, hij heeft ook echt maar één as op zijn trailer. Hij heeft gewoon, niet één as, ik bedoel 5 assen trailer, maar hij heeft één as op zijn truck. Ja, daar ga je hem niet meer voor krijgen. Nou, hij gaat vooruit, alleen het is hier echt gewoon, nou, wat zal het zijn, een 60 graden omhoog. Ja, het is minimaal 8x4 van orde eigenlijk. Nou, veel plezier ermee, ik doe hem niet na. Ik heb één keer een 61 ton trein vanaf Kirkenes Town naar beneden hier gereden, dus dan moet je de berg op en dan hier naar beneden. Mm-hmm. Dat is me één keer gelukt met een Volvo. 750 pk en twee assen aangedreven aan de achterkant vol gas met 14 versnellingen. Nou, ik doe nooit met mijn 14 versnellingen schakelen. Maar het is me in één keer gelukt en toen reed ik omhoog en toen kwam ik niet meer omhoog. Heb je de, als je de quarry uitrijdt, heb je eerst een bocht naar links en dan een U-bocht naar rechts en dan heb je lichte bocht naar links en dan ga je scherpe rechts. Met de snelheid haal je er niet mee. Maar die scherpe rechts omhoog. Die laatste wat ik zei, dan rij je ook die dam op. Dus dan heb je echt een soort, in één keer ga je 90 graden recht omhoog, echt van 1 seconde. En daarna ga je weer en dan is het gewoon een vlakke vloer. Maar ja, wat krijg je dan? Je assen van je vrachtwagen die gaan de lucht, dus ik heb geen aandrijving meer. Ja. Hij kan niet echt springen ofzo. Zo, deze gozer hebben een toeter, jongen. Net een trein, hoor. Oh, die gozer met de trein die gaan nou mij passeren. Oh, en mijn lijntje die mag gaan rijden. Ik zie dat er hier heel wat mensen aan het rijden zijn. En het is mooi als deze klootzak, die is AFK. Ja, hier, oh, een, nummertje 1, 2, 3. De Lux Trans is gewoon AFK. Lekker bezig, maat. Maar zodra die gaan rijden... Oh, hij rijdt mooi. Ik ben in een first-person camera. Dan lekker rijden. Ik ben al lang blij dat ik gewoon weer lekker Eurotruck kan spelen, joh. Dat vind ik veel leuker. Ja, snap ik. Veel je eigen niet. Andere spellen zijn ook wel leuk, maar ja. Ja, blijf je truck liever hebben. Ja, dat is sowieso. Kijk, ja, ik heb wel periodes dat ik het even niet speel. Headset doet weer. Hoe de fuck kan dat, jongen? Echt waar. Oh, hij ging heel even goed, maar hij viel weg nadat je echt waar zei. Nou, beter? Laat me even meerdere woorden zeggen, dat hoor ik. Hallo, lo. Zwaar mijn tent. Die pleurde weer weg. God, hondetje. Ja, dus als ik jarig ben, dan weet ik wat ik ga kopen. Gewoon bij de action, maat. Ik zweer het. Voor ja, weet ik, maar ik heb een Turtle Beach en die zijn 100 euro of zo, maar... Dat heb ik al, die heb ik al 12 jaar of zo. Ja, of je moet gewoon met de media markt. Voor de 2 tientje heb je ook gewoon een redelijk goede. Maar ja, het
geluid is niet geweldig. Je hoort gewoon mensen praten, maar niet met special sounds. Maar de microfoon is wel goed. Ja. Eigenlijk beter gewoon zo'n standalone mic, weet je wel. Eigenlijk wel, ja. Ik heb er één, maar die pikt letterlijk elk geluid op. Dus als die van mij tv aan kijken is, kun jij meeluisteren wat ze aan kijken is. Zo, en dan helder, hè? Zou ze leuk vinden, denk ik. Ja. Ik niet, want ik, dan hoor je mij niet meer praten, maar dan hoor je de tv praten. Hoe vaak ik daar een DRM-waarschuwing voor heb gekregen, jongen. Dat de muziek van de tv, zeg maar, op mijn speaker stond. Ja. Ik vind het wel komisch, die Turk die voor me zit met een gele roze vrachtwagen en die kleine en die korte dan. Ja. Hij heeft een roze kenteken van CIV. Oké. Ik moet weten dat ik een kleur kenteken doe, dat vind ik dan wel weer leuk. Kleur kenteken, ja, wel, ja, dat is voor lachen. Ik wil ook eigenlijk dat SCS MP het zo maakt dat je met die Scania, als je dat V8 stuur hebt, dan heb je natuurlijk die rode lijn, maar dan heb je die twee chrome strepen op je stuur. Ja. Zodat een kleurtje kan geven. Ja, maar je kan nog zoveel uit het spel halen wat SCS gewoon niet doet. Dat is zo jammer, jongen. Daarom is die mod community ook zo groot. Tjoe, en nu? Dat is echt, want als jij... Als je die sixpack hebt, dan gaat nergens om. Voor de cabine, zeg maar. Ja, dat is echt ultiem. Ik heb ook zo'n pack, dan heb je heel je interieur, dan kan je alles andere kleur geven ook. En dan heb je met je stuur ook gewoon, die kan je gewoon helemaal wit met blauwe strepen doen waar het chrome is. En helemaal gekheid. Ja, het is gewoon... Jongens, alsjeblieft, zeg reis door, we samen nou over stil. Oh god. Het is gewoon heel dom wat ze doen eigenlijk, SCS, maar ja, wat doe je er dan? Ja, ik bedoel, die willen er gewoon ook zoveel mogelijk DLC stampen nou, hè? En niet iedereen koopt ze, hè? Een heel groot, van de 100% gamers die we hebben op de service en alles en de game, is 50% toch echt een troll. Klopt. Hoe leuk ze het ook vinden, waarschijnlijk zou het ook wel 55% zijn, want er zijn niet heel veel mensen die echt gewoon dedicated gewoon realistisch willen rijden. Ja, ik vind het juist, ja, daar, dat vind ik dus wel weer gewoon dat fijn om te doen. Tja, dat ik toch gewoon ook het gevoel heb dat ik op de weg zit. Nou, dat ook niet, weet je wat ook is. Je hebt dan ook weer van, nou, zeg even van 100% heb je 50% dat is ongeveer troll, nou dan heb je 45% dat is allemaal gewoon realistisch rijden, dan heb je nog die 5% dat zijn allemaal YouTubers die maken weer de video's van idioten op de weg en heel de zooi. Ja. Ja, dat kijk, klopt. Kijk, niet dat het erg is, want hun rijden dan wel nog redelijk normaal, ondanks dat ze 110 overal rijden. Maar die proberen dan niet geband te worden, want ze willen de regels volgen zodat ze meer video's kunnen pompen. Klopt. Ik heb gewoon zoiets van, ik kom eigenlijk lekker aan de regels, lekker toeren, een beetje sightseeing. Ik heb er gewoon lol in, weet je wel, muziekje erbij. Precies. Lekker klapper, hé. Jongens, waar wachten we op? Even kijken, flycam, recht omhoog. Oh, nou staan we, is dat een trein omhoog of omlaag? Trein omlaag, die zit vast op de onzichtbare hobbel die er achter al 10 jaar zit, daar. Leuk om te weten, oké. Er zit een hele rij daar beneden met nog één trein minimaal die omhoog wilt en een dump trailer. Oké, er komt nog een trein omhoog en nog twee heavy load Volvo graafmachines. Oh, en op de Dam staat het ook eenmaal vast. Fijn, 80 mensen, één gebied. Ik zou gewoon teleport. Kenny, als je wilt teleporten, dan ga je weer terug en dan moet je weer dezelfde route rijden die ik zojuist gereden heb. Ja, nee, dat werkt niet. Ik kom mijn lading een keer even afgooien. Dan krijgen we 3.335 euro's. Sowieso. Ja, van Kurkenes naar Kurkenes Quarry. Ja. Sneeuw, veel mooier, boeien. Het gaat om met plezier, hè? Daarom, hè. Dit is gewoon leuk. Je hebt een beetje verkeer.
En jij hebt al te rijden. Ja. Hey, maatje, als jij nou... Oh mijn god. Even kijken, jij moet gaan rijden, jij ook. En dan kan ik er achteraan klappen en ik zet hem wel gewoon vast. Want dan gaan we ook naar beneden doorrijden, hè. Goeiend. Maak mij een admin, ik heb hier al 20 mensen bij me leven. Godgloeiend. Kom op, rij je mee, groen en zwart vrachtwagentje. Oh, ik ben bijna naar beneden, mooi. Alleen de graphics van ATS. Van American Truck Simulator. Van ATS, zoals de wielen. Ja, die klopt niet helemaal. Ja, wat is er met de wielen? Draai niet. Misschien een bug of zo, dat kan nog best wel zo zijn, hè? Ja, tuurlijk. Bij mij gebeurt er ook nog, er gebeurt dat wel eens met ETS, dat ik mijn wielen niet draai, hè? Ja, het zijn die kleine dingetjes. Zo, deze gozer die wou even omhoog hier racen, hè? En ik kon die bocht doorknallen, jongen. En die gozer achter me, die is in zijn achteruit gegaan. Dat vind ik altijd zo komisch. Dan heb je van die mensen die echt vol gas gaan en niemand voor hen geven. En dan kom ik gewoon aan, ja, kom dan. Ik heb toch automatisch je recording. Ik was al in de bocht aan het rijden terwijl jij omhoog kwam. Ram mij maar. Kijk, wie de admin eerder ben, jij of mij? Dat is wel de vraag. Daar ben ik dan echt te makkelijk in. You discovered the viewing point. Oh ja, ik ga natuurlijk nou even dit helemaal opnieuw gediscovered. Voor de rest vind ik het gewoon leuk om lekker gewoon een beetje te rijden en te lachen, toch? Ja, maar dat is... Daar gaat het vooral ook om. Dat is gewoon het belangrijkste. Het leven is al zo serieus, man. Gewoon even de dagelijkse dingen vergeten, ik weet je wel. Ik weet niet, dames en heren, maar ik pas hier voor geen meter erin. Ben je het die white load of niet? Ja, het zet jankt hem weer. Godverdomme, ze tyfus ding. Zeg, je hebt die grote load of niet? Nee. Wat heb je dan? Ik hoor je nog steeds voor gemeten. Echt, volgens mij heb ik gewoon kabelbreuk of zo. Jouw headset is echt aan het einde van zijn latij. Ik denk het ook, ja. Wil je me nou wel? Nee. Nou, je headset misschien niet qua geluid, maar microfoon meer zoiets wel, ja. Die is gewoon einde. Ik denk dat hij inderdaad dood is, ja. Die wil graag overlijden. In zijn graf in. Die is klaar om begraven te worden en maar dus gelaten te worden. Yep. Ik ga morgen eens even kijken in de winkel, want... Ja, dat is wel de beste optie, ja. Anders blijf je bezig. Dan zit je meer in plaats van dat je aan het gamen bent. Straks als die nog erger kapot gaat, zit je meer met die headset altijd kloten dan dat je aan het gamen bent. Juist. Dat moet je ook niet hebben, dat is niet leuk meer. Nee. Dan kan je net zo goed gewoon niet gaan gamen. Ja, klopt. En dat is ook niet leuk. Waarom heb ik mijn remmelding aan? Even motor uit. Motor aan. Ik heb een geel rondje met een uitroepteken op mijn dashboard. En ik heb god niet weten wat het is. Motorstoring. Fijn. Hij rijdt wel gewoon, dus. We kunnen even i/fix. Enter. Dat werkt de volgende meter. Misschien jouw motorrem of jouw trailerrem? Die gebruik ik niet. Ik gebruik gewoon mijn voetrem. Ja, oké. Okay. Maatje, rijden. Ik weet niet, maar ik blokkeer nou alles omdat jij middel te weg stopt.
Dankjewel, goed, goed. Deze roze staat daar 5 minuten stil. Zo, en nou vliegt hij toch eens een keertje het gras in. Hoppa. Hoppa, nou ben ik op een brug waar ik echt net overheen pas. Geweldig. En we zijn aangekomen in deze quarry. Nou, gaan we eens even kijken waar we moeten parkeren. Hebben ze wat leuks voor me anders? Oké, okay, dit moet via de rechterkant en dan naar links. Kan wel. Hoppa, kom op. Gas op die lolly. Gas op die lolly, lolly. Oh, dat is een hek. Ik heb een lolly. 20 vrachtwagens op één plekje, jongen. Dan moet je er één rijden en een bocht naar rechts maken. Hé, in één keer ga ik uit die vrachtwagen. Ik zie in één keer een hek voor mijn neus. Boom. Ik kom niet ver meer. Even kijken, dan moet ik deze hebben. Springen, kom op, gas erop, omhoog knappen. Mooi, hoppa. Eerste ladingje van de dag weer gedaan, ben ik blij mee. Slaap ik. Ik had met de comfort geen lading gedaan. Ik had daar niet zo'n behoefte aan om het zomaar te zeggen, want ik weet dat dat kan gaan. Ja. We hebben hier natuurlijk dat je te laat bent en ditjes en datjes. En nu heb ik gewoon excellent high value cargo bonus, skill rank 6, nog extra geld naar level 40 bonus. Ik heb wel gewoon een normaal level, ik heb alleen 454 miljoen. Maar ik ben level 40. Ja, even kijken, gaan we weer drive. Ah, ik weet niet wat jij morgen doet. Weet ik zo ook nog niet. Hoezo? Ik ken er nog wel. Misschien even promot gaan. Quarryroad op met de stream. Lachen. Ja, ik kan even kijken. Moet ik even kijken hoe morgen loopt. Want morgen is de oudste om 12 uur uit. Je valt weer helemaal weg. Ik doe daar ook wel typen. Goed joh. Want dat ding flikker ik daar echt een kliko in. Ik ken een Roller Dyna CC 2200. Op mijn lading doen, maar ik weet bij god niet wat het is. Of ik kan een Yacht Queen doen, of een zeiljacht. Ja, wat gaan we doen? Ik ga een Yacht Queen doen, ik ga het omdoen. Leuk. Maar ga je niet mee, hè? Nou, dat is wel prettig. Dankjewel. Ik ga lekker met een jacht rijden. Ook leuk. Groot gelijk. Ja, van een jacht brengen naar het stadje. Dan ga ik de quarry uitrijden. Dan ga ik daarna doorrijden naar IJsland. Ik heb toch niet veel te doen morgen, dus tijd van de wereld. Dus de CG. Ja, ik ga morgen ook even tijd te willen ook zwaar halen, denk ik. Ja, dat snap ik. Oh, ik moet naar Rotterdam zien te komen. Fietsen. Had ik dan mijn 49 euro te trein? Denk ik niet. Trouwen naar mijn moeder, maar ik moet even naar Rotterdam. Ja. Doe dat wel. Gewoon gaan fietsen, man. Huh? En fietsen. Kom maar goed. Dinsdag krijg ik mijn geld op. Oh ja. Ja, ik weet het. Zodra die budget weer klaar is, ga ik nog even aanklagen als mond 50 euro teruggeven als gestolen. Maar kom maar goed. Dat is weer de verkeerde om te stelen. Hoppa, in zijn tweede versnelling. Dan ga ik toch een bocht afsnijden. En hoppa. Yikes. Hoppa, lukt het nog ook. Hoppa. Ik sta er een meter van. Tegen mij of tegen je vrienden?
Nee, ik had helemaal geen zin in. Dat doe ik morgen wel even. Heb ik dat 55 euro nodig? Ik zou gewoon dat we geen eten hebben voor de kat, hoor je zeg. Gaat ze me toch maar echt maar 55 euro geven. Even naar Rotterdam rijden, rookjes van halen. Hoppa, zo. Nou, ik ben de dam eindelijk op. Lekker hoor. Echt tijd. Ja, dat zijn, het is een, als je die quarry uitrijdt, is een scherpe bocht naar links. Omhoog een hobbel. En die gaat stijl omhoog en je gaat meteen een bocht door. En dan heb je daarna meteen dat je daarna een U-bocht naar rechts moet draaien. En daarna heb je weer een scherpe links. En dan een scherpe rechts meteen. En dan ben je pas op die dam. Maar die scherpe rechts, die laatste, die gaat echt stijl omhoog. En met een Volvo is het net mogelijk om met een vervaren lading te doen. Mm. En ik rijd nou met een Scania. Ja, oké. Okay. Dus dat is dan weer een challenge. Niet dat ik het erg vind ofzo, dat is wel leuk. Maar ja, moet je weer opletten, hè. Nou, ik ga vol gas in zee en ik ga 13 km per uur. Nou, even kijken dat ik omhoog ga komen. Nou, ik ga naar 20. Als ik hard genoeg gas blijf geven, dan kom ik wel omhoog. Als deze gozer voor mij niet stopt, dan haal ik het. Maar, niet stoppen. Oh, god, god, god. Hij rent me af, jongen. Nee, 5 km per uur. Nou, ik ben omhoog. Nadeel, ik hang nog op 70 graden. Zo. Ja, maat. Ja, joh. Neem jij even heel de voorkant van mijn treden mee. En dan zei oh, mijn god, maat. Ik ken niet. Mensen, juist even door de 6 mensen tegelijkertijd. Gesandwiched. Sandwich achter elkaar racen langs met die bocht door. Gewoon even niet eens een beetje breed sturen en gewoon vol gas langs me schrapen. Alsof niks is. Papa, die gozer is vol, maar die hebben ook wel een leuk truck design. Leuk eens een fotootje van maken, zou ik wel even naar je sturen zodra ik tijd heb. Ziet er wel heel leuk uit. Kan ik ook misschien nog wel stelen die kleuren en iets veranderen dat niet op hun lijkt. De gele is wel heel dik. Ja, ziet je. In gaar te worden, dat weet ik wel. In de wat, hè? Gaar. Gaar voor. Gaar. Mug. Moe. Oh, ja. Daar. Dus... Ja. Nog 1 minuutje. Maar waar ben je allemaal geweest in de mede-constructie, maar dat hoort? Nog niet echt veel, eigenlijk. In welke stad heb je begonnen als je eerste garage? Volgens mij Barstow. Nee, Las Vegas. Nee.
richting. Ja, die had ik ook gedaan. En ik heb altijd Las Vegas of San Francisco. Ik weet het heel gezet. Nee, Flagstaff. Zo te zien. En ik ben al bijna in Los Angeles. Wat zei je? Ik ben al bijna in Los LA. Basto, Las Vegas, Page en LA. Daar ben ik nou geweest. Ja, Basto, daar komt eigenlijk iedereen wel altijd. Dat is wel een beetje in het midden. Ja. Zo'n standaard locatie is altijd wel leuk. Klopt. Ja, iedereen die rijdt ook wel heel veel in Texas hoor, dat wel, die nieuwe DLC. Ja, dat is wel mooi. Ik heb de screenshots van trailers van gezien. Weet je wat leuk is? Als je mods wil hebben, dan moet je Shogun een bericht sturen. Die heeft meer dan 120 mods voor American Truck Simulator. Ja, hij zou een mod klaar hebben staan, maar ik heb nog niks gezien. Daar ik eens even in mijn spambox kijken. Ja, je hebt ook heel veel workshop mods hoor, om de game ook heel mooi te maken. Ja. Weet je wat het is, als je... Jij zit nog op stream, toch? Kijk, ik zei, je zit nog in de stream, toch? In de wat, hè? Stream. Nee, niet meer. Ja. Ik wou zeggen, anders kan je het zien... van... wat de base map is, zeg maar. Ja, de base map is al heel gigantisch. Valt op zich niet tegen, nee. We hebben heel veel afstand waar je moet rijden. Klopt. Daar vergiste ik me eigenlijk in de eerste keer toen ik American Truck Simulator ging spelen. Toen dacht ik van ja joh, daar heb je zo gereden toch heel die map te ontdekken. Totdat ik hem kocht. Toen dacht ik nou, laat maar zitten. Ik ben nog wel even mee bezig. Snap ik. Ja. Of je het dat is gaan doen, of hij is gewoon opgehouden mee. Ja, allebei. Hihi. Oh, god. 2 seconden, even mijn mail kijken. Hij volgt als aan het spinnen omhoog hè, met mijn vrachtwagen. Nou, er zitten maar 2 mensen achter me, dus die kunnen niet zeuren. Maar nog 1 keer toeteren en ik zweer het, ik laat mijn gaspedaal los en een rol achteruit en vliegt er bij de gaf. Oh. Eens kijken wat die stuurt. Die moet eens even downloaden. Nou, volle gas ben ik er aan het rijden. Dat scheelt. Ja, 20 km per uur. Ik kom maar net die berg op. Ik had eigenlijk even een Scania even moeten aanpassen dat ik
twee aangedreven als achteraf in plaats van een tag lift. Ja, sowieso. Je hebt net iets meer kracht dan je uitstoot. Ik ben nou gewoon aan het slippen terwijl ik omhoog rijd met 11 km per uur. Oh, 12. Het aardige is, ik heb maar 9 ton achter me hangen. Ja. De hele tijd naar links en naar rechts sturen, mensen denken dat ik helemaal gek ben, maar anders kom ik niet harder. Ik ga zo meteen maar even een oud Volvootje maken die jij ook reed. Dat is leuk. Ja. Of een Daffy, ook wel leuk. Nee. Daffy Eindhoven. Ja, nou. We hebben zelf gewerkt, nooit meer. Oh. Ik neem een bocht, jongen, en ik rijd tegen een vrachtwagen aan. Hij beweegt niet, maar mijn trailer die gaat recht omhoog tegen de berg aan de boom. Denk precies mijn vrachtwagen. Dat is meestal niet zo'n... Ik knik er over alles heen. Meestal niet zo'n goed teken. Nou, die gozer die zit allemaal lachpoffertjes in de chat. Nice work. Ja, ja, wel toch wel. En die gozer achter me, die had het aan toetreden, die staat vast, die komt er niet bij. Lekker. Wat zei je? Laat me mooi staan dan. Ja. Oh, ja, ja. Kom op, gast erop. Oh shit. Kom op. Nou, niet in de steek laten. Oh, 90 graden recht omhoog. Ik ga 14, 13, 12, 15. Oh. Net gehaald, lekker. Met moeite. Ah, oh, en die gozer die zit erachter, die net al toeter was. Wapauw. Ga ik SF anders doen. Die viel weg. Achteruit erin rijden. Hoppa. Weer weg, bleed. Parkeren, achteruit. Ah, achteruit parkeren. Lekker bezig. Ja. Vanaf de weg. Oh, je hebt zo eentje. Die zijn leuk, hè? Ja. Die vind ik ook leuk, echt gewoon heel, echt heel komisch. Want dan moet je echt helemaal steken van over de weg. Maar als dan mensen er ook rijden. Yep. Dat vind ik gewoon, ja, nou, dat is gewoon een beetje realistisch. Heb je ook in Nederland die soms. Klopt. Ik rij nou weer met die hele grote jacht, die boot achterop. Nice. Ja, iedereen die me voorbij rijdt, die neemt die hele zijkant van die boot mee. Er hier een oude Scania, nee, nieuw model. Oude of nieuw model Scania en dan twee nieuwe modellen erachter. En alle drie rijden ze met 51 ton stalen betonnen palen. Dat is goed. Die hebben scheid. Die lading krijg je ergens bijna niet omhoog.
Klopt. Altijd wel weer een challenge, dat wel, maar... Deze gozer heeft in-game een blauwe naam. Oké. Okay. Dat kan niet veel goeds betekenen. Admin. Waarschijnlijk. Ja, weet ik eigenlijk niet. Admin heeft een normale rode naam als die zijn naam aan heeft staan. Wat is dat dan? Is dat de owner van STS MP Game? Kom op jongens, doorrijden, want wij hebben vanaf deze kant gewoon voorrang over de brug heen. Ik weet niet hoe jullie betreft, maar... Gewoon door te houden, want voorrang is voorrang. Punt. Ik snap dat nooit, hè. Mensen die zeggen, ja, je moet de regels volgen, dan staat ik in de regels. Van dat je de wegverkeer moet volgen. En dan staat er hier een bordje van mensen die laat beneden komen van de berg af. Die hebben voorrang. En iedereen die omhoog rijdt, die geeft niemand voor. Ja. Heb je iemand aangereden? Nee, ik heb al ballen omver geknald. Oh joh, het is niemand er gezien heb. Nee. Ja, behalve de mensen die kijken dan. Doe ze het echt ook hoor, dat is een vraag wel als je een bordje omgereden hebt, kijk je om ons heen. Heb je dus niks gebeurd? Oké, doei. We hebben ik heb meegemaakt in Duitsland, nieuw span, nieuwe... Ja, het zat is weer aan het ja, hoe wil je het noemen? Kutten. Ja. Ik had een Duitser. Ja, een Duitser. Nieuwe combi. Ja. Op fietspad. Kon er niet doorheen. Heeft alles omver gereden en is aangereden. Alles? Ja, alle borden, paaltjes. Hey jongens, thanks for watching. Have a great evening. The stream is over for today. Speak to you soon. Honk honk.